zijn hier vandaag in Valburg, in de Overbetuwe. Het is vandaag zaterdag 20 juni en diverse kunstenaars uit Valburg, want er wonen er ruim 12, hebben het initiatief genomen om een kunstroute te organiseren. Ik sta hier bij een rood lint en dat rode lint heeft een betekenis. In heel Valburg hebben ze allemaal van deze rode linten opgehangen, zodat iedereen de route langs de verschillende kunstenaars kan volgen. Wij gaan vandaag bij alle kunstenaars langs om een kijkje te nemen wat er zoal aan kunst hier in Valburg gebeurt. We zijn zo klaar hoor. We zijn bij Mieke. Jij doet de organisatie van de kunstroute, Mieke. En ik niet alleen. Met mij Lucia van Amsterdam, Nienke Faber, Marjan Klein-Breedler. Met z'n vieren zijn wij het kunstenaarscollectief Valburg. Dat lint verbindt letterlijk. Hadden jullie daar ook nog een bedoeling mee? Ja, we hebben het rode lint, het rode draad, rode lint is het thema van deze kunstroute. Dat hebben we bedacht omdat de kunst is de rode draad in dit weekend in het dorp. Ja, we vinden het leuk om mensen echt te geleiden naar alle ateliers, zeg maar. We zijn hier op bezoek bij Wil Pelen in Valburg en we staan voor een van haar kunstwerken. Wil, zou je iets kunnen vertellen over dit blauwe doek? Het idee is gebaseerd op de zeemeeuw. En dit is ik vertelde het net al, een van de drie. Het is een variatie op het allereerste beeld waar verschillende zeemeeuwen op te zien zijn. En met dit beeld heb ik gestreefd naar de restvormen die dus zijn ontstaan. En dat is natuurlijk ook een keuze die je maakt. Hè? Dus sommige heb ik weg laten vervallen. Maar waarvan er één nog heel duidelijk herkenbaar is. Hè? De vleugel. Nee, dit is dus de vleugel. Ja. En dit is de snavel. Ja, ja. Maar goed, echt uitleggen van wat je maakt is... Nee, dat is niet echt mijn bedoeling. Omdat ik dus open wil laten wat jij dus zelf eigenlijk al aangaf. Ik zie hier een bloem in. Nou, prima. We staan hier nog steeds in Valburg bij twee jonge kunstenaressen, Diva en Demi. En jullie hebben op school een project gedaan, klopt dat? Ja. Ja, op welke school zitten jullie? De Sint-Jacobus School uit Valburg. En in welke groep? Zeven. En daar hebben jullie een kunstproject gedaan. En Demi, wie was de kunstenaar bij jullie? Erik Nieuwekamp. Erik Nieuwekamp. Nou, we zijn hier ook op bezoek bij Erik Nieuwekamp. Daar gaan we dadelijk nog wat meer van zien. Maar eerst wil ik van Demi weten, jij hebt die gitaar gemaakt. Ja. Nou, hoe ben je er zo toe gekomen om een gitaar te maken? Ik vind een elektrische gitaar vind ik er heel stoer uitzien. En ja, ik vind het ook leuk om muziek te maken en zo. En dan lees ik op het briefje dat het thema was bijzondere huizen, klopt dat? Ja. Dus is deze gitaar eigenlijk een huis? Ja, maar het huis begint daar. Het huis staat erachter, oh ja. Kijk aan. Ja, daar zie ik het. En jij, want jouw kunstwerk staat hier niet bij, maar wat had jij gemaakt? Ik heb van een kartonnen doos heb ik een soort huis, een soort tas gemaakt, zeg maar. Een tas? Ja. Wil jij in een tas wonen? Ja. Oh. Gezellig. En waarom een tas? Hou jij heel veel van winkelen? Ja. Of, Ja, ik ben heel erg verslaafd aan winkelen. Wonen in een tas, ideaal lijkt me. Rob. Oh. Kijk, een hele mooie strik. We staan hier bij Erik Nieuwekamp en die heeft ons speciaal gevraagd om bij dit kunstwerk te gaan staan. Dus ik ben benieuwd, wat is dit voor kunstwerk? Nou, ik werd geïnspireerd door een bepaalde techniek, dat heet watersnijden. Dat kun je doen bij Nancy Klomp hier in Valburg. Die had een open dag en toen zag ik dat en ik denk, nou, dat is nou leuk om daar eens gebruik van te maken. En, wat is dat precies, watersnijden? Watersnijden is met een enorme kracht, met een heel dun straaltje water, door allerlei materialen heen te gaan. Dat kan door glas, dat kan door rubber, door hout, door metaal. Wat mij opviel toen ik hier liep, maar dat kan ook liggen aan de omgeving, dat eigenlijk alles, al het werk wat je hebt gemaakt, heel robuust is. Ja. Grof. Ik dacht ook, dat heeft vast een man gedaan. Ja. En deze sprong voor mij uit, omdat ik dacht, dat is heel verfijnd gedaan. Misschien haast met een figuurzaag of zo eruit gezaagd. Maar dus het is toch een techniek voor gebruikt die ook best wel grof is, ja. Of niet? Ja, ja. 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 Dus ik ben eindeloos bezig geweest om die foto, die ik dan zo mooi vond, om die te bewerken.
Eerst van kleur naar grijstonen en toen alle grijstonen of naar zwart of naar wit getrokken. Ja. En uiteindelijk krijg je dan zwart-wit. We staan hier bij een hele belangrijke gast die heel geïnteresseerd in het boek zit te kijken. Lisbeth Tuinman, je vindt het erg leuk om hier te zijn? Ja, bijzonder. Een paar jaar terug kwam ik er voor het eerst. Pure nieuwsgierigheid, ik had een uitnodiging gekregen. En toen was ik heel erg verbaasd, blij verwonderd over de diversiteit, maar ook de kwaliteit van wat men maakt. En ik weet wel, toen men bezig was met deze kunstroute, want daar hebben we contact over gehad in verband met het boek ook. Toen stond buiten kijf dat ik ook dit weekend langs zou komen. Zijn er nog bijzondere elementen in de kunstroute die je speciaal wil zien? Elementen, kleur en vorm, dat vind ik altijd, dat doet iets of niets. Hè. Je hebt ergens ook iets mee of niet. Ik heb wel eens, dat zeg ik dan ook wel eens, dan kom je binnen en dan zeg je, dat roept mij. Hè. Dan heeft het kennelijk straalt iets uit, wil je graag zien. Om nou te zeggen, ja, wat specifiek. Soms is het heel verschillend. Ik zou beslist niet alles willen hebben. Daar heb ik ook geen plek voor. Ik zou het tekort doen aan bepaalde kunstwerken. Maar om het te zien en de uitstraling die het kan hebben, dat vind ik geweldig. Ah, dat vind ik leuk, Ria. Dat dacht ik. Ah, mooi stuk. Ik vind het leuk. Dat in de krant staat. Ja, dat ik in de krant sta. Hier, die rode schaar. Jij wordt erin genoemd. Ja, hier. Ja, deze, hier voorop. Twee van de initiatiefnemers zijn hier aanwezig. Maar was dit tijdens een oefening? Of, Nee, dit is voor die buitenobjecten. Oké. Okay. Die hebben ze toen... Die staan op 4 plaatsen in het dorp staan. Daar heeft de scouting aan meegeholpen. We staan hier bij Lucia van Amsterdam en we zijn midden tussen twee schilderijen in gaan staan. En die twee schilderijen zijn voor mij heel verschillend. Deze is heel uitbundig qua kleur en hier zie ik dat je wat meer gebruik hebt gemaakt van pasteltinten. Kun je iets vertellen over jouw manier van werken? Ik werk altijd in hele felle kleuren. Ik werk altijd direct op het doek, soms met een voorstudie. Ik laat me inspireren door de natuur. Soms zie je iets terug in het bloemachtige, in het boomachtige, maar altijd met vrij veel fel kleurgebruik. Het product achter mij, dat heb ik Pink Sands genoemd. Daar heb ik heel veel lagen felle kleuren over elkaar geweerd en ben uiteindelijk tot mijn verrassing ingeslaagd om pasteltinten voor elkaar te krijgen die over mijn felle kleuren heen te schilderen, maar af en toe ook een stukje terug te laten zien voor de kijker, voor mij in eerste plaats. Het is gewoon een verrassing voor mij dat mij dat gelukt is om dit product klaar te maken en mijn felle kleuren in te dammen en pasteltinten, zachte tinten voor de dag. Nou zie ik dat je ook een hele mooie armband aan hebt en een mooie sjaal. Heb je die ook zelf gemaakt? Ik heb dit armobject zelf gemaakt, omdat ik het jammer vind dat sommige kunst alleen maar 2- of 3-dimensionaal is voor op de muur of in de ruimte. En een mens mag zich ook versieren met kunst. En toen dacht ik, ach, ik ga even zo een armobject in het leven roepen. Het lijkt koud en het lijkt scherp. Het is van kunststof, buigzaam. En ik heb elk armobject uniek voor de gebruiker. En je valt er gigantisch mee op. Even wachten. Die kunnen wel goed vast trekken. Ja. Oké. Dit is een van de beelden die heel goed gelukt is. Ja, ja. Wat stelt het, wat het voorstelt is wel een beetje te zien natuurlijk ook. Hè? Ja. Heb je er nog een diepere bedoeling bij gehad? Nou ja, zeker wel. Dit is een beeld en dat heet Anjalis. En ik geloof dat dit Anjalis nummer 5 is. Anjalis is een terugkerend thema in mijn werk. Het stelt voor de gelaagdheid van de mens. En Anjalis is een figuur uit een boek van Marianne Frederiksson. Een erudite man die
veel lagen in zich heeft. En ik vind eigenlijk dat ieder mens veel lagen in zich heeft. En dat heb ik geprobeerd in dit beeld, maar ook in de andere Anjalische weer te geven. We staan hier voor 3 foto's van fotograaf Karen de Krieger. En je hebt me net verteld dat je eigenlijk pas net bent begonnen met fotograferen. Ja, dat klopt. Ik heb nu ongeveer 2,5 jaar gewerkt aan de fotovakschool. Mm-hmm. Ik ben nu net afgestudeerd in januari. En toen kwam deze kans om mee te doen met de kunstroute. En ik dacht, dus dit is eigenlijk de eerste keer dat je meedoet met de kunstroute? Ja, ik heb nog nooit eigenlijk geëxposeerd. Dus dat is voor mij de eerste keer. En hoe zijn de reacties? Ja, heel leuk. Ja, veel mensen hier uit Valburg. Ja, en ook die kinderen herkennen. Want er zijn veel kinderen uit Valburg, dus dat is ook leuk, die bij mij model hebben gestaan gedurende de opleiding. Dus dat is heel leuk. En er staat je eigen zoon, denk ik, naast je. Ja. Ben je ook wel eens op de foto gezet? Ja. En hangt een van je foto's ook hier tussen? Ja. Okay. Cheese, dames. En we zijn hier samengekropen in een lijst, want ik zag jullie langs de weg staan. Waarom staan jullie hier langs de weg, vraag ik me af? Ja, we willen graag de mensen de weg wijzen, welke kant dat ze op moeten lopen. En hebben jullie al veel mensen de weg gewezen? Ja. Oké, dus er is aardig wat publiek langsgekomen. Ja. We staan hier bij Ineke, Willy en Wilma, die 3 dames die hier exposeren. Kunnen jullie iets zeggen over jullie eigen werk? Ja, dat kan ik. Ik werk heel graag met een bolvorm. Ik graag uitbouwen, maar ook uithouden en dat spreekt me heel erg aan. Veel van mijn werken hebben vaak ook een kern. Dat realiseerde ik mij toen ik een interview kreeg vanwege het kunstboek wat is uitgegeven. Dat ik dus vooral vaak met een kern werk in mijn werk. En jij bent? Ik ben Willy Nusselder. Mijn specialiteit zijn dieren. Ik maak vaak kippen, vogels en parelhoenders en uilen. Omdat ik vrij landelijk woon, zie ik dat regelmatig in mijn omgeving rondscharrelen. En vind ik heel erg leuk om die te observeren. En die vervolgens na te bootsen in klei. En ik gebruik vaak grove chamotteklei. En dat glazuur ik. En dat is ook een heel proces wat ik heel erg leuk vind om te doen. En dat is soms een beetje wat mij bezighoudt. En de derde dame? Ineke Albers van der Linden. En ik maak schilderijen en ik maak ook keramiekwerk. Meestal in de vorm van vrouwen. En dat is het eigenlijk zo'n beetje. Ik sta hier naast Marjan Klein-Breedler. En je bent tekenlerares op een middelbare school of een basisschool? Ik geef les op het Westeraam en dat is een school voor VMBO-zitter. Ja, nou, we staan hier in jouw huis en overal is kunst te zien. En wat mij opvalt als ik de schilderij bekijk, is dat dat je gebruik maakt van een hele tekenachtige stijl. Ja, het heeft natuurlijk alles met mijn vak te maken. Ik ben een tekendocent. Mm-hmm. En tekenen is wel mijn passie. Schilderen is weer een heel ander aspect. En dan krijg je natuurlijk toch wel snel tekenachtige dingen erin. Ja, ja. Kijk, die koning, die houdt van vis, zo heet het ook, koning van zielen houdt van vis. En op een dag krijgt hij op zijn bordje een vis en nog een visje, maar daar schrikt hij een beetje van, want als de camera even dichterbij komt, dit is een klein zeemeerminnetje. Hij staat op het punt om die vis te gaan eten, maar hij doet het niet hoor, hij gaat niet het zeemeerminnetje opeten. Dat zeg ik ook steeds bij, vooral tegen de kinderen, hij eet het echt niet op hoor. Of steken we op? Dat hangt voor het handen. Steken we over, ja. Hey, joh. Ik sta hier tussen de schildervriendinnen van Ria Klomp. En Ria Klomp is de kunstenares van een heleboel mooie werken die hier in jouw tuin tentoongesteld zijn. Ja. Ja. En jullie zitten allemaal bij elkaar op een schilderclub? Ja. Ja. En in Driebergen. Iedere maandag schilderen we daar. Oké. Okay. En krijg je dan ook les van een docent erbij. En een aantal van die mooie werken die daar staan heeft Ria bij ons op de club gemaakt. Ja. Maar ze heeft ons ook heel erg verrast, hoor. Ja? Ja. Nou, waar heeft ze nou jullie het meest in verrast? Nou, met haar aardewerk. Ja, haar veelzijdigheid. Dat wisten jullie helemaal niet, dat ze dat ook maakte. Nee, want er staan inderdaad heel veel verschillende dingen hier in de tuin. Ik heb aardewerk gezien, maar ik zie ook bij de schilderij heel veel verschillende technieken. Want ik vind dat haast een soort van tekening, zoals ik het zie. Ja. En dat vind ik meer wat abstracte vorm. Maakt u heel veel verschillende dingen? Ik maak verschillende dingen, ja. Maar gemengde technieken, dit is allemaal gouache. En dit is acryl.
En daar hangt nog een olieverfschilderij. En ook op verschillende materialen, want ik zag daar iets, dat was volgens mij op een stukje hardboard of zo gemaakt. Klopt ja, dat? Ja, ja, op doek, op papier en op paneel. En hoeveel meter doen jullie zo per uur? Onze vijfde rol. Nienke Faber, we zijn hier bij een van jouw kunstwerken gaan staan. Een uil, zo te zien. Kan je iets vertellen over de manier waarop je dat gemaakt hebt? Nou, deze uil is gemaakt van klei. Gewoon een grove chamotte. Dat is klei met steentjes. Mm-hmm. En ik heb het hol opgebouwd tot een grote vorm. En daarna bewerkt, zeg maar, met kleideeltjes en verf. En zoals je ziet is de huid vrij ruw. Ja. Yeah. En dat vind ik heel leuk, omdat je dan kunt zien het materiaal waar het van gemaakt is. En die structuren, die vind ik heel interessant. Ja. En eigenlijk benadruk ik die nog wel door met kleur eroverheen te gaan. Ja, en nou is deze vrij realistisch gemaakt. Hè? Het zou haast een echte uil kunnen zijn. Maak je altijd zulke realistische dingen of werk je ook abstracter? Ik werk zeker abstracter. Dit is eigenlijk iets van de laatste tijd. Vond ik heel erg leuk om te maken. Gewoon, daar heb ik heel veel plezier aan gehad. Maar ik hou ook heel erg van geabstraheerde vormen. Mooie vormen. Dit beeld heeft een hele eenvoudige vorm. Abstract. Maar je kan er natuurlijk ook van alles in zien. Mm-hmm. Maar dat is voor de beschouwer. Ja. En je ziet ook hier weer toch vingerafdrukken drukken of klontjes, was of enzovoort. Hè. Maar dat vind ik juist leuk, die huid. Dat laat je bewust zitten. Het proces, ja. Ja. We staan hier bij een schilderij van Henny van Dalen. En dat is een schilderij wat je eigenlijk van dichtbij zou moeten bekijken. Nou, we hebben dat net even gedaan en ik zag allemaal prachtige stofjes en krulletjes en draadjes. Is dat een manier van werken die jou aanspreekt, hoe je vaker werkt? Ja, ik gebruik heel veel stofjes en andere materialen in mijn werk. Mm-hmm. Ja, ik plak ze er gewoon maar op en dan zie ik wel wat er ontstaat. Wat er ontstaat. Ja. Ja, ik weet vaak helemaal niet wat er gaat gebeuren. En dan zie ik heel duidelijk daarboven staan de rode draad. En dan denk ik meteen, volgens mij was dat het thema van de kunstroute van dit weekend. Ja, precies. Uiteindelijk is dit schilderij rode draad geworden. Mm-hmm. Er zitten zeker wel 8 lagen onder, maar met hele andere dingen. Maar daar was ik niet tevreden over. Ja. Dus dan laat ik het weer een paar maanden staan. En dan staar ik er weer naar. En dan denk ik, oh ja. Dus toen ben ik met strepen begonnen. En natuurlijk, ja, die strepen die horen dan bij een hele mooie jurk. Ja. En die mooie jurk hoort weer bij een dame. Een dame. In ja. Nou, we staan hier tussen een heleboel hele kleurige kunstwerken van Sabina Brons. En ondertussen zijn de twee dames van groep 7, 8, Diva en Demi ook weer aangesloten. Want Diva is volgens mij jouw moeder. Ja. Dus je hebt het niet van een vreemde. Nee. Het kunstzinnige van je moeder. En Sabrina, jij maakt, hoe zou ik het noemen, beelden van keramiek. Van beelden van keramiek. Ja. Oké, en waar laat jij je door inspireren? Want ik zie allemaal hele vrolijke figuren. Ja, ik laat me eigenlijk helemaal niet echt inspireren. Dat kan ook. Veel meer zit dat er gewoon in. Dat komt er gewoon uit. Komt er dan in één keer uit. Ja. Ja. En dan, ik maak ze eigenlijk altijd gewoon in witte klei. Mm-hmm. En daarna ga ik ze helemaal kleuren met onderglazuur. En daar kan je heel veel kleuren kopen, maar dan kan je ook zelf mengen. Zodat je dan weer allemaal fellere kleuren krijgt. Ja. En dan ga ik ze helemaal schilderen. En ja, iedere kleur, iedere laag moet 2 of 3 keer. Dus dat is eigenlijk het meeste werk van het hele beeld. En als ze... Op de kunstroute in Valburg was zo ontzettend veel te zien dat ik ook helemaal geïnspireerd ben geraakt. Je snapt natuurlijk wel dat we helaas in dit filmpje niet alles hebben kunnen laten zien. Dus ik zou zeggen, zorg dat je er volgend jaar bij bent. Ik ga ook mijn best doen en flink oefenen. En wie weet, sta ik er volgend jaar ook.